Welkom terug, Rick, op de club. Heb je een goede vakantie gehad? Ja, wel hectisch natuurlijk, met alle perikelen rondom de club. Maar uiteindelijk weer fris om te beginnen. Je hebt hier een interview gegeven net voor het einde van het seizoen. Eigenlijk vanaf dat moment zijn er heel veel dingen gebeurd binnen de club. Ja. Hoe heb jij dat beleefd? Nou, dat was wel moeilijk, hè, want we hebben hier met elkaar gezeten op de maandag. Waarin ik eigenlijk met goede blik terugkeek, maar ook weer vooruit. Dus eigenlijk is het zo gegaan dat we zaterdag uitgeschakeld zijn, zondag vrij zijn geweest. Maandag hier met elkaar hebben afgesloten, ook het interview hebben gehouden. En dinsdag kreeg ik telefoon of ik woensdag naar de club wilde komen. Nou ja, toen bleek dat de financiële situatie eigenlijk dusdanig veranderd was. Dat we weinig tot niets kunnen doen qua spelers. En op dit moment de plannen die we hadden eigenlijk de koelkast in moesten. Ik kan me voorstellen dat het ook voor jou een beetje koud op je dak kwam toen. Ja, zeker. Ik vond het heel moeilijk. Vooral de lijn die we met elkaar ingezet hebben. We hebben een mooi seizoen gehad met ups en downs. Maar uiteindelijk speel je halve finale play-offs. En ben je op een hana natuurlijk door naar de finale. Ja, en als dan een paar dagen daarna naar buiten komt dat je eigenlijk soort van opnieuw moet beginnen. En eigenlijk de ambities die je hebt daardoor moeilijker kan waarmaken, ja, dan komt dat wel rauw op je dak, ja. Heb je ook even de tijd nodig gehad om dat dan om te zetten, die knop? Ja, omdat je in eerste instantie denkt van oké, hoe nu verder? Hè? En ben ik ook de aangewezen man om dat te gaan doen? En welk plan is er nu voor de club? Nou, dus daar heb ik wel over moeten nadenken, ja. En wat is er uitgekomen? Nou, eruit is gekomen dat ik gewoon graag wil blijven. Omdat ik het ten eerste supergoed naar mijn zin heb hier in Venlo. Niet alleen bij VVV, maar ook gewoon in Venlo. Dat ik altijd een goed gevoel krijg. Hè. Bij VVV, bij de wedstrijden, als ik de trap naar beneden loop, dan denk ik altijd van, joh, ik ben toch wel trainer van een mooie club. Dus er zijn voor mij veel uitdagingen en om te zeggen van, om gelijk verder te kijken of om te zeggen van, joh, ik kap er gelijk mee. Ja, dat zit ook niet direct in me. Nee, je bent wel strijdvaardig wat dat betreft. Ja, ik ben strijdvaardig. Ik weet dat er heel veel uitdagingen liggen. Ik weet dat het verwachtingspatroon anders is. Ik wil dat ook gezegd hebben tegen de mensen, hè, omdat we geen valse beloftes moeten maken of geen verhalen moeten vertellen die niet waar zijn. Maar het is wel zo dat we nog een kern van spelers hebben. Dat we er ook alles aan gaan doen om ons nog te versterken, waar mogelijk. Ja, en dat we dan gewoon die uitdaging moeten aangaan. Maar ja, hoe dat gaat lopen, ja, dat weet ik ook niet. Want je hebt natuurlijk nu een selectie die aangevuld wordt met jeugdspelers ook. Wat voor een beeld heb jij nu van de groep die er staat? De groep is heel jong. De kern die er vorig jaar was, die is nog wel aanwezig, maar die is ook vrij dun. Er zijn natuurlijk een hele hoop spelers weggegaan, dat weet iedereen. Nou ja, nu is het zaak om aan de gang te gaan met de kern, met jonge spelers en daarbij te kijken of we ons kunnen versterken, zodat we competitief zijn dit seizoen. Ja, want heb je al een idee wat er mogelijk is sportief? Nee, eigenlijk niet. Hè. We weten dat we er veel zijn kwijtgeraakt. We weten ook dat die jonge spelers tijd nodig hebben om zich te ontwikkelen. Waar mensen weggaan, staan altijd weer andere mensen op. Dat is ook zo in voetbal, maar ook in het leven, denk ik. Nou ja, we gaan kijken waar het toe leidt. Met wat voor gevoel begin je dan nu aan de voorbereiding? Nou, sowieso een spannend gevoel, hè, omdat alles begint weer opnieuw. Ik ben ook wel benieuwd naar die jonge gasten natuurlijk. Maar wat ik zeg, we gaan gewoon weer er alles aan doen om er wat van te maken. Dat doen we voor onszelf, maar dat doen we ook voor onze supporters. Want we hebben dit afgelopen jaar heel veel support gehad. Ik ben hier. Mijn eerste keer hier was eigenlijk op een supportersavond toen er een vrij negatieve tendens was. Ik denk als je kijkt aan het einde van het seizoen met als laatste wedstrijd een volgeel uitvak bij Almere, dat we hele goede stappen hebben gezet. Ik begrijp ook dat de supporters teleurgesteld zijn in wat er naar buiten is gecommuniceerd. Maar dit is nou eenmaal de situatie. En we kunnen maar één ding doen en dat is proberen om er weer wat van moois van te maken. Ja, vorig jaar kwam ik hier en sprak ik uit dat de doelstelling na competitie halen is. Of dat nu reëel is, dat weet ik niet. Want ja, op dit moment kan ik daar nog niet zoveel over zeggen. Dus ik wil ook geen valse hoop geven. Het enige wat ik kan zeggen is dat we er alles aan gaan doen om het zo goed mogelijk weer te doen. En ik weet dat we uitdagingen hebben. Ik weet dat
Dat dingen er nu anders staan dan dat we vorig jaar geëindigd zijn. Hè? Want toen hebben we een hartstikke mooie periode beleefd. Hè? Helemaal in de play-offs. Nou, we zullen er alles aan doen om strijdvaardig te zijn. Ja, en ik hoop dat ze ons zullen steunen. De hele situatie is natuurlijk ook vervelend voor de supporters. Die er ook van alles van vinden. En ook ja, ontevreden zijn natuurlijk over dingen die naar buiten komen. Hoe heb jij dat beleefd? Nou ja, als helemaal begrijpelijk natuurlijk. Als je de ambities uitspreekt om snel weer omhoog te gaan. En uiteindelijk blijkt dat je die ambities niet kan waarmaken. Dan begrijp ik dat mensen zich gefrustreerd zijn. Dat lijkt me heel logisch. Mensen denken dan ook dat de trainer zelf daarna misschien gefrustreerd over is. En dan misschien de volgende is die gaat vertrekken. Dat is niet het geval. Nee, dat is niet het geval. Ik ben gewoon hier. En ik ga er gewoon alles aan doen om met VVV iets neer te zetten. En nogmaals, daar zullen we alles aan doen. Het is wel zo hè, dat we op dit moment minder sterk zijn dan we vorig jaar waren. Maar we gaan er alles aan doen om ons te versterken. En we gaan er alles aan doen om de jongens die er te zijn, om die verder te ontwikkelen, zodat ze ook dat niveau kunnen gaan aantikken.